Nou, dames en heren, welkom bij een nieuw seizoen van Studio Omhaal. Met natuurlijk onze held, die staat hier alweer, Johnny Omhaal. Ja, goeiedag. Goeiedag, John. John, zullen we eerst eens beginnen met een voorbeschouwing op het nieuwe seizoen? Nou ja, dat is duidelijk, hè. Gewoon weer alleen maar overwinningen. Alleen maar overwinningen, John. Maar de bekercompetitie, dat zag er niet echt goed uit bij ons. Nee, kijk, maar wij zien die beker ook gewoon als voorbereiding, hè. Wij doen alleen naar schalen, bekers hoeven we niet. Bekers hoeven we niet. John, vandaag hadden we de eerste competitiewedstrijd tegen ASVH 5 uit. Ja, klinkklare overwinning, hè? 2 tegen 1. Of 1 tegen 2, het is maar hoe je het zien wil, hè? Ja, nou, er gaat toch een complimentje uit in de wedstrijd. Naast jou natuurlijk weer, je speelde weer geniaal. Maar Marco en Lennemans, Francis, die vielen aardig op in positieve zin. Ja, ja, allebei met een doelpunt natuurlijk, dus dat was niet slecht, hè? Zo voor de eerste wedstrijd van het seizoen, dus... Ja, mooi meegenomen. Belooft veel voor de komende wedstrijden, hè? Ja, en dit jaar hebben we iets nieuws geïntroduceerd. De Johnny Omhaal-bokaal, vernoemd naar jezelf natuurlijk. Ja, wie ja. Zie je daarvoor als grootste kanshebbers? Ja, natuurlijk ikzelf weer, hè. Dat is nogal wie dus. Ha, wie anders? Ja, dat is duidelijk. Ja. Maar wie zijn jouw directe concurrenten? Geen. Geen. Jij steekt er echt met kop en schouders bovenuit, John. Zeker weten. Nou, John, we zouden het seizoen, we moeten toch eventjes meepikken ook in deze studio omhaal. We zouden het seizoen als 8e beginnen en we zijn toch het 7e geworden. Ja, kan je zien hoeveel talent er eigenlijk bij ons in het team zit, hè? Dat je gewoon uit het niets alweer een team hoger bent. Huh. Ja, en ASVH 5 had ook van ons onze talenten gehoord, want op ons bordje er stond als Sliedrecht 3. Ja. Ja, dan gaat het helemaal hard natuurlijk. Ja. Dat is fout in de communicatie natuurlijk. Dan kan je wel zien dat het een amateuristische ploeg is natuurlijk. Ja. Oké, John. Volgende week moeten we weer uit. Nog steeds geen thuiswedstrijd gehad in de competitie. Uit naar volgens mij Rijshoort. Wat verwacht jij van die confrontatie? Ja. Mag ik daar antwoord op geven? Nou, ik denk dat wel genoeg zegt, John. Ja. Hey, John, weer bedankt voor deze keer. En we spreken je volgende week, hè? Ja, volgende week. Hoi.